Goedenavond. Dit is het TV Enschede Nieuws van dinsdag 25 oktober. Met vandaag in het nieuws. De voedselbank gaat bijna verhuizen en de put bij de Primark gaat deze week nog dicht. Eerst ander nieuws. Op 23 juli vorig jaar werd de 41-jarige Ismail Kalaitsi dood aangetroffen in het Volkspark. Een 76-jarige Turk uit Enschede werd veroordeeld tot 10 jaar cel. Hij ging in hoger beroep. De man heeft een bekentenis afgelegd tegen een aantal medegedetineerden. Maar is die bekentenis wel betrouwbaar? De advocaat van de man twijfelt daaraan en hij wil dan ook dat twee deskundigen naar de bekentenis gaan kijken. De 76-jarige man zei tegen medegedetineerden dat hij Kalaitsi had doodgeschoten omdat die hem eerder had beroofd. Volgens de advocaat kan die bekentenis ook zijn ingegeven door eergevoel in de Turkse cultuur, waarbij van mannen wordt verwacht dat ze zelf hun problemen oplossen. Ook zou de man dementerend kunnen zijn, gezien zijn hoge leeftijd. Voor het weekend is de put bij de ingang van de Primark weer dicht en is het openliggend stuk van het Van Heekplein weer bestraat. Dat zegt aannemer Cor Renshoff. Al een maand wordt er gezocht naar een lek in de Van Heekgarage. Er sijpelde steeds water de parkeerkelder in. Het blijkt volgens de aannemer te gaan om minieme scheurtjes in de balken onder het Van Heekplein. Tot 2 maal toe zijn er scheurtjes ontdekt en moest er een bouwkundige uit Rijswijk komen, die ook 2 maal concludeerde dat er geen problemen zijn met de constructie. Nu alle scheurtjes zijn gedicht, kan het plein weer worden hersteld en kunnen ook de hekken bij de ingang van de Primark weg. Kent u ze? De oude TED-bussen die ooit door Enschede reden. En misschien heeft u er zelf ook wel eens in gezeten. In het oude pand van Tubantia aan de Getfertsingel worden 2 historische TED-bussen onderhouden. Zaterdag is er een open dag, zodat iedereen kan zien hoe mooi die bussen zijn. En ook wordt er dan geld ingezameld, zodat de vrijwilligers door kunnen gaan met restaureren. Deze wordt eigenlijk gebruikt om aan de jeugd te laten zien van wat voor bus hij vroeger in Enschede heeft gereden. In Enschede heeft hij gereden, in Almelo en in Hengelo. Alleen als stadsbus, want het is een uitsluitende stadsbus. Toen ik in 1969 bij de TED kwam, was deze bus 2 jaar oud. Dus dat was in de begrippen zeg maar heel nieuw. En dat was dan mooi als je dan met zo'n bus door Enschede reed. Want je had dan die oudere bussen, ja, die reden ook wel fijn, maar toch anders. Je hebt hier een hele grote voorruit in. En in die andere bussen zit een steltje in het midden. En dan is het toch altijd weer wat anders. En ja, ze zaten toen de tijd, voor onze begrippen, zat die lekker. Het is zwaar sturen, hè? Wij hoeven geen winst te maken als we maar de onkosten van de reparatie en de verkeuringen, dat we die eruit hebben. Maar ja, het is natuurlijk leuk zijn als we wat extra's kunnen doen. Het zij aan, moeten nieuwe banden op. Dan denk ik van nou, we hoeven niet te kijken van een aanbieding of zo, ik noem maar wat. We moeten goede banden hebben, dus we moeten ook meer cent hebben. Die donaties die kunnen dan best aanmelden op www.tedbus.nl en daar kunnen ze zich aanmelden en we hebben ze hard nodig. En morgen meer over de oude TED-bussen in de Twentse krant Tubantia. De wijkmarkt van Patmos is gestopt. De markt trok te weinig bezoekers en daardoor haakten ook ondernemers af. De sociaal-culturele wijkmarkt ging in mei 2014 van start aan de Usselerweg. De markt werd opgezet door wijkbewoners om de binding in de wijk te vergroten. De eerste tijd werd de wijkmarkt om de week gehouden. Begin dit jaar werd dat elke woensdag. Vorige maand nog verhuisde de markt naar het centrale gelegen Spinnerplein. Want daar zou meer aanloop zijn met wijkcentrum De Boei en de Patmosschool aan dat plein. Maar ook dat viel tegen. Marktmeester Peter Reinders wil volgend jaar mei een nieuwe poging doen met een markt alleen in de zomer. De voedselbank gaat bijna verhuizen. Van het oude Polaroid-gebouw naar een gedeelte van autogarage Bleker aan de Hengeloze Straat. En het lijkt zo simpel. De kratten inpakken en alles meenemen naar die nieuwe plek. Maar daar komt wel wat meer bij kijken. Wij moesten uit het pand waar we nu in zitten, het oude Polaroid-gebouw van Domein. Omdat daar een andere bestemming voor is. En verder, we hebben hier
nou, 1,5 keer zoveel ruimte. Dus we hadden gewoon veel meer ruimte nodig. We konden het daar niet allemaal kwijt. Dit is de ingang. Hier komen de cliënten binnen. Dan komen ze hier langs de balie. Daar zitten 2 of 3 vrijwilligers die de legitimatie doen. Die kijken of er bijzonderheden zijn, of er verjaardagen zijn, of de kinderen een verjaarspakket moeten krijgen. Dan lopen de mensen hier langs. Er komt hier een lange tafel te staan en er komen uit de koelcel de kratten met koelspullen, toetjes, zuivel, salades, allerlei dingen die in de koeling moeten zijn. Dat kunnen ze in de tassen ompakken. Dan komen daar, waar nu het zitje met, voor de koffie is, daar komen al onze kratten te staan. Daar hebben we stellingen voor. En die kratten worden in de loop van de week gevuld. Die krijgen ze. En hier in deze ruimte komen tafels te staan waar ze de kratten kunnen ompakken in hun eigen tassen. We hebben meer ruimte, er is meer privacy voor de cliënten en we hebben ook meer parkeerplaatsen dan we bij de oude locatie hebben. En wat zijn de reacties van de cliënten dat jullie verhuizen? Een aantal hebben het wel in de krant gelezen, die hebben het wel gehoord. Ze krijgen nu vrijdag een flyer waarop staat dat wij verhuizen met een foto van de ingang van het nieuwe terrein. En een kaartje van Enschede waar de locatie op staat. We hebben hier stellingen staan. Er komen waarschijnlijk nog wel meer stellingen bij. Maar ja, het is ook een beetje uitzoeken van hoeveel ruimte hebben we nodig. Hoe kunnen we de zaken handig neerzetten. Kijk, alle cellen die staan gewoon. Maar voor de rest kunnen we de inrichting na de verhuizing ook nog aanpassen. En op vrijdag 4 november worden de voedselpakketten voor het eerst uitgedeeld op de nieuwe locatie. U leest er morgen meer over in de Twentse krant Tubantia. En dan nog het weer. Na een koude, maar rustige dag wordt het vannacht behoorlijk fris. De temperatuur zakt naar de 3 graden. Morgen begint de dag met mist. Het wordt dan 12 graden. En de komende dagen krijgen we lekker weer. Het is overwegend droog en met een beetje zon in de middag. En ook 's nachts wordt het minder koud. En tot zover het TV Enschede Nieuws van dinsdag 25 oktober. Nu eerst het NOS Nieuws in 60 seconden. En daarna ziet u de eerste aflevering van een nieuw seizoen Vrije Republiek Twente. Jan Medendorp ontvangt als hoofdgast Albert-Jan Peters, de voorzitter van de SER Overijssel. Ik wens u een fijne avond verder.